welkom in deze nieuwe video van Polestar. Gisteren, eigenlijk al eergisteren, heb ik een opdracht gedaan. In het boeken stond dat ik een papier, dat ik een papiertje moest proberen te veranderen in een ijsblok. Ik heb dat dus in de diefries gestoken. Ik heb dat al heel lang in de diefries gestoken, omdat ik gisteren eerst iets anders wou doen. En ja, ik dacht, vandaag is dat misschien wel de moment om eens te kijken wat er nu gebeurd is. Is die inderdaad, papiertje inderdaad wat ijs geworden of niet? Ik had hem ook gisteren gewoon buiten kunnen zetten, want gisteren was het echt wel serieus aan het vriezen. Het is nog aan het vriezen trouwens. Dus ik ben iets benieuwd wat er eigenlijk van geworden is. Dus ik ga hem eventjes pakken. Dit is de diefries voor de mensen die niet weten wat een diefries is. Dit is mijn diefries. En ik heb hem hier van onder gezet. Zo. Dit is hem. Deze ding was toch geen papiertje? Nee, dat weet ik ook. Dat het geen papiertje is. Voilà. Nu ga ik even mijn gsm erbij pakken. Daar heb ik hem gelegd. Voor ook eventjes te filmen voor TikTok. Want ik kan hier nog even met mijn andere account aanmelden. Dus dat gaan we even doen. Zo. Polestar. Dat lukte perfect. Zo. Voilà. Dus het papiertje zit hier namelijk in. Ik weet natuurlijk niet of het echt bevroren is, dus we gaan eens eventjes kijken. Is het papiertje eraf gehaald? Ja, dit is een beetje wat normaal gebruikt voor te drinken. Ik zal het zo zeggen. Hier zit het briefje. Dus zullen jullie kunnen zien, het is echt wel ijs geworden. Dus de opdracht is wel geslaagd, want ik moest dat briefje in ijs veranderen. Dus dat is wel gebeurd eigenlijk. Je ziet, het is helemaal ijs geworden. Dus het opdracht is wel geslaagd. Dus ik vind het wel cool dat dat echt gebeurt. Dus je ziet het misschien niet goed, maar dat zit er dus helemaal in. Ik weet niet of we dat over echt los kunnen krijgen om het echt te laten zien. Ik moet eens proberen. Wacht, hè. Natuurlijk niet op die tafel zo. Nee, ik denk dat dat niet gaat. Daarvoor is het te hard. Maar ik kan je wel verzekeren, je ziet ook, het is helemaal ijs geworden. Dus ja, ik vind het wel cool dat dat zo... het briefje zit trouwens hier. De mensen die zich afvragen, het briefje zit hier. Dus, er zit ook een plasticje rond. Ik ga eens proberen of we dat niet met een mes eruit kunnen halen. Ik ga even mijn mes pakken. We moeten natuurlijk wel zien dat de beker van Enzo niet kapot gaat, want dan zijn we gesjost. Doe het vooral niet thuis na. Nou, ik denk wel dat het een mooi bewijs is dat het ijs is, dat het papiertje wel ijs is geworden. Ik vind het wel heel gevaarlijk om met dat mes te kloppen. Dus ik ben wel fier dat het gelukt is. Nu alleen moet je dat laten onttooien, dan wordt dat terug water en dan kan dat papiertje... kunnen weten of dat papiertje nat is geworden of niet natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk de bedoeling eigenlijk om te weten. Dus dat is ook nog zoiets, ja, dat ons Mitchie die constant stuurt. Dus ja... Dus die moeten we nu eventjes laten staan om het te weten. Voilà. Dus je ziet het duidelijk. Nu zie je het een beetje beter. Dat het allemaal ijs is. Er is zelfs nog ijs aan. Dus ik kan wel verzekeren dat het zeker en vast... Je ziet het trouwens nog. Deze opdracht echt wel gelukt is. Super blij mee. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen.